Hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. Is er een bepaalde gewoonte of een bepaalde eigenschap aan jezelf waar je iets zou willen aan doen? Met andere woorden, waar je een beetje last van hebt. Indien dat het geval is, is het belangrijk dat je eens bij jezelf afvraagt: hoe is mijn zelfbeeld? Hoe denk ik over mezelf? Onderschat ik mezelf of overschat ik mezelf? Moet je min of meer ook aan zelfreflectie doen. Wat je dan ook je kan afvragen is van tot welk punt wil ik komen? Wat is mijn zelfideaal beeld? Dus hoe zie ik mezelf zonder die eigenschap? Of hoe zie ik mezelf wanneer ik die eigenschap wat kan ombuigen? Of hoe zie ik mezelf zonder die bepaalde gewoonte waar ik eigenlijk wel last van heb? Dus je hebt een klik nodig, een klik in je mindset die ervoor zorgt dat je effectief daar ook wel degelijk iets wil aan doen. Je hebt, dat heb ik daarnet al gezegd, een soort van zelfreflectie nodig, een zelfbewustzijnsniveau en je gaat jezelf ook wat herontdekken. Nu, wanneer je al die fases hebt overlopen, dan komt er een moment dat je kan evolueren, dat je een bepaalde zelfontwikkeling kan ervaren en waar dat je kan aan werken. Zodanig dat je zelfvertrouwen, dat dat ook kan een boost krijgen. En wanneer je dit proces een aantal keer doorloopt, want het is niet zo simpel van ik ga één keer zonder vallen en opstaan en dat zal me wel lukken. Nee, je moet de wil moet er zijn en je moet de kracht ook hebben om willen door te gaan met die verandering. En wanneer je dat volhoudt, dan ga je uiteindelijk wel komen tot dat zelfideaal. Nu, als ik eventjes denk aan een bepaalde gewoonte, een eetgewoonte waar ik wil aan werken. Je hoort heel vaak mensen zeggen van, ik eet te ongezond. Of ik voel mezelf te zwaar, hoe kan ik daar iets aan doen? Je ziet dan mensen van, oké, ze doen daar tijdelijk iets aan en dan vervallen ze terug in die oude gewoonte. Dus heel belangrijk is dat die volharding. En dan kan je daar uiteindelijk wel zelf ook iets aan doen. Je hoeft niet bang te zijn om hulp in te schakelen. Hulp is niet altijd slecht, zeker niet. Hulp inschakelen kan. Maar vaak is dat ook een beetje zoeken naar de juiste hulp. Wanneer je een gewoonte of wanneer je een eigenschap aan jezelf wil veranderen. Wat ik in heel dit proces niet vernoemd heb en toch wel heel belangrijk is, dat is meditatie. Meditatie kan ervoor zorgen dat heel dit proces veel bewuster meegemaakt wordt en dat je dat die gewoonteontwikkeling ook verandert of sneller evolueert. Het hoeft niet sneller te evolueren, maar het gaat het vergemakkelijken om in dat proces te blijven. Goed, meditatie die zorgt ervoor dat je een beter zelfbeeld krijgt. En dat ook jouw wil en jouw kracht om te veranderen, dat die zeker gestimuleerd wordt. Zo, dat was heel kort eventjes proberen te verduidelijken hoe dat je bepaalde gewoontes of bepaalde eigenschappen aan jezelf kan veranderen. En je kan het. Iedereen kan het. Ik kan het. Jij kan het. Iedereen kan het. Geen enkel probleem. Het enige wat ons nog kan het bemoeilijken, is het feit dat we heel vaak ook te maken hebben met die externe factoren die op ons afkomen en waardoor we afgeleid worden. En dat we in dat evolutieproces, dat we daarin gaan, hier of daar gaan tegengehouden worden of afgeleid worden en dat we die cirkel, dat die doorbroken wordt. Goed.
we gaan dan samen eens mediteren. We gaan daarvoor ons eerst goed zetten. Je mag je handen losjes op je schoot leggen. Je rug recht. En niet verkrampt recht, niet geforceerd recht. Je hoeft geen boekjespositie aan te nemen. Dat is helemaal niet nodig. Je zet jezelf hoe jij je gemakkelijk vindt dat je zit. Dan mag je heel rustig, wanneer je er klaar voor bent, mag je je ogen sluiten. Heel zachtjes. En alsof we nog nooit gemediteerd hebben, zetten we ons rustig en relaxed, zetten we ons hier. We hebben geen verwachtingen. We gaan gewoon eventjes genieten en eventjes tijd nemen voor onszelf. Onze oogleden zijn toegevallen en indien ze nog wat open zijn, is dat zeker oké. Je voelt de spieren tussen je ogen en ook onder je ogen. Die zijn zeer gevoelig. Voel hoe de spanning verdwijnt en hoe ook een bepaalde soort van rust al meteen over heel ons lichaam te voelen is. Van binnen en van buiten. Ontspannen ook de spieren van ons volledige aangezicht. We gaan ons lichaam eventjes helpen om volledig tot rust te komen. Dus word je even bewust van de spieren van je voorhoofd. Van je kaken. Naast je ogen. Je kin, de spier rondom je mond, heel je aangezicht voelt heel ontspannen aan. En ook de rest van ons lichaam gaan we nu even helpen om volledig te ontspannen. We gaan eens met ons bewustzijn, met onze aandacht naar het topje van ons hoofd. Achterkant van ons hoofd, onze nek en onze schouders. Voel hoe je nekspieren zich volledig ontspannen. Alsof je net van onder een douche komt of een massage hebt gekregen. Heel ontspannen. Voel hoe spanningen die er waren, hoe die verdwijnen. Spanningen die we zelfs niet wisten dat ze er zaten. Ook onze armen met de gewrichten, zoals de ellebogen, de polsen, die ontspannen zich. Ook onze handen en onze vingers en de topjes van onze vingers. Voel hoe deze iets wat tintelen. Een heel aangenaam gevoel. We voelen onze heupen, onze benen met onze knieën en onze hielen en de voeten, onze tenen en de topjes van je tenen. Heel ons lichaam is nu ontspannen. We geven ons lichaam ook eventjes de tijd om te wennen aan deze vorm van ontspanning. Je
Je hoeft je lichaam niet te forceren. Wees niet te bazig. Geef je lichaam tijd. En ook van binnenuit ons lichaam voelen we een kalmte van binnen naar buiten. Van binnenin naar buiten uit. Ons lichaam heeft nu eventjes geen enkel nut, dus we gaan het ook volledig ontspannen en we gaan het ook wat loslaten. Het is nu even niet nodig dat we met ons lichaam bezig zijn. Zorg dat je goed zit en dat je lichaam je niet meer afleidt. Voelt heel onbelangrijk aan ons lichaam. We gaan ook hetzelfde doen met ons bewustzijn. We gaan ons bewustzijn eventjes helpen. Op een heel ongeforceerde manier om te ontspannen, om tot rust te komen. We voelen een soort leegte in ons hoofd. We beseffen ook dat nu geen enkel nut heeft om aan iets te denken, om je zorgen te maken, om je te laten leiden door emoties. Wij zijn nu eventjes de baas over onze gedachten en onze gevoelens. En het is heel belangrijk dat we eventjes tot rust komen. En ook niet afgeleid worden door gevoelens, gedachten of zorgen. Adem eens langs je neus, heel diep en heel langzaam in. Heel diep. En adem terug uit. We ademen langs onze neus met buikademhaling. We ademen uit langs onze mond. Doe dit een paar keer. En voel hoe nieuwe energie ons lichaam binnenkomt. Nieuwe energie die als het ware ons lichaam verfrist. En we ademen oude energie ademen we uit. En samen met deze oude energie ademen we ook gedachten, gevoelens, zorgen. Die ademen we uit. Die oude energie maakt plaats voor de nieuwe. Het is alsof heel ons lichaam binnenin verfrist. Voel ook al een leegte binnenin jouw lichaam.
ons lichaam voelt aan als zijnde zonder organen of bloed of beenderen. Een leegte binnen in ons lichaam die heel aangenaam aanvoelt. Dezelfde leegte voelen we ook buiten ons lichaam. Het lijkt alsof de ruimte rondom ons leeg is. Geen meubels, geen spullen, enkel leegte. Het is ook een zeer grote ruimte, immens groot, zonder muren, zonder plafond. En jij zit in het midden van deze lege ruimte. Immens groot is deze ruimte. Voor jou, achter jou, naast jou. Ongelimiteerd. Het enige dat je ziet is een horizon. Je gebruikt hiervoor niet jouw zintuiglijke zien. Het is een gevoel. Jij zit midden in deze lege ruimte. Je mag jezelf voorstellen in de natuur als je dat wenst. In een veld of op het strand of op het topje van een berg mag je jezelf gerust zien. Genietend van deze tijd alleen. Je bent alleen, maar voelt je zeker niet eenzaam. Je wordt door niks of niemand afgeleid. Zelfs niet door je eigen gedachten. Heel ons lichaam en ook ons bewustzijn kan u eventjes uitrusten. Lichaam en geest is nu ontspannen.
Nu gaan we even met onze aandacht gaan we naar het midden van onze buik. Het kan zijn dat je onmiddellijk met jouw aandacht hier bent. Je kan ook hiervoor eventjes hulp inschakelen. We gaan eens onze ademhaling gebruiken om naar het midden van onze buik te gaan. Het is alsof we een boot nemen om naar onze thuishaven te varen. We gaan met onze ademhaling, gaan onze aandacht van onze neus, gaan we onze ademhaling volgen tot helemaal beneden, tot in het midden van onze buik. Adem eens in. Volg de volledige weg van je ademhaling, van aan je neus, zo helemaal tot beneden. Je vaart als het ware met je bootje tot helemaal beneden en daar stap je uit. Het is ook de plaats waar je ademhaling zich als het ware keert. Het keerpunt van je adem die je inademt en de adem die je uitademt. Indien het je lukt, blijf je eventjes met je focus stilstaan in het midden van je buik. Je hoeft deze plaats niet wiskundig of precies te analyseren. Om je eventjes te helpen. Het centrum van jouw lichaam ligt ongeveer 2 vingertoppen boven je navel, in het midden van je lichaam, niet aan het oppervlakte van je buik, maar helemaal in het midden. Die aandacht ergens anders eventjes zich bevindt in je lichaam, is dat ook oké. Het centrum van jouw lichaam is als een lege middenruimte.
indien je daar eventjes met je focus kan blijven stilstaan, kan ook jouw bewustzijn connecteren met deze lege middenruimte. Meestal ervaar je het bewustzijn in je hoofd, maar laat het langzaam dalen tot in het midden van je buik. Doe dit allemaal niet geforceerd. Wees ook niet te streng voor jezelf. Indien je afgeleid wordt door een gedachte of door een gevoel, is dit heel normaal. Wanneer dit gebeurt, dan observeer je deze gedachte. Je observeert deze gedachte zelfs alsof het niet jouw gedachte is, maar die van iemand anders. Je observeert de gedachte, je accepteert ze en dan laat je ze los. Je hebt ze niet nodig. Je denkt niet aan morgen, je bent niet meer bezig met gisteren. Je zit hier en nu tijd te nemen voor jezelf. En dat is op dit moment het belangrijkste. Gedachten zijn alsof je door het raam van een trein kijkt en je ziet ze gewoon passeren. Je blijft wel zitten, je gaat niet naar buiten, je neemt niet deel aan de gedachten. Je kan je gedachten ook op een wolk zetten en laten meedrijven door de wind. En je ziet ze verdwijnen. Opnieuw wordt een zon zichtbaar, waar zo net nog een wolk voor zat. Je kan ook ten alle tijde nog eens diep in- en uitademen, zodat je jezelf helpt om je focus terug te plaatsen in het midden van je buik. Opnieuw is het belangrijk dat je niks forceert en dat je dit allemaal heel ontspannen doet, alsof niks moet. Jij geeft een aanzet en de rest gebeurt vanzelf. Probeer niet alles te controleren. Kan je ook een zon voorstellen in het midden van je buik, of een ander helder en rond voorwerp, een sfeer. Het kan een volle maan zijn, of een zeebel, of een kristallenbol, zelfs een doorzichtige knikker.
kan deze heldere sfeer onmiddellijk voelen in het midden van je buik. Maar opnieuw kan je jezelf ook eventjes helpen. Door deze sfeer eventjes voor jou te plaatsen. Met jouw aandacht ben je vlak voor jou en voel je de sfeer. Je ziet deze niet fysiek met je ogen, maar je voelt de helderheid van deze sfeer vlak voor jou. Het kan zelfs zijn dat je wat licht kan waarnemen. En dan heel geleidelijk aan, op jouw tempo, kan je deze sfeer als het ware uitnodigen om binnen te komen in je hoofd, langs je neus of je mond of je ogen. En voel de helderheid en het licht die naar binnen komt. Het zit even in je hoofd en dan laat je het heel langzaam dalen. Op jouw tempo. Opnieuw is het belangrijk dat je het niet probeert te controleren, nog te forceren. Laat heel langzaam deze sfeer dalen langs je strottenhoofd. Je borststreek en zo heel langzaam naar beneden tot in het midden van je buik. En daar kan je deze sfeer laten rusten. Het kan zijn dat deze sfeer verandert van vorm of van kleur. Laat het maar gebeuren, dat is niet erg. Dat kan gebeuren en dat mag ook gebeuren. Belangrijk is dat je ontspannen bent. Doch geconcentreerd. Probeer de balans te vinden tussen relaxatie en concentratie. En vergeet vooral niet te genieten. Voel ook nog eens de leegte binnen in jouw lichaam en hoe deze leegte connecteert met de leegte buiten jouw lichaam. Alsof die leegte groter wordt en heel jouw lichaam overneemt. De contouren van jouw lichaam verdwijnen of vervagen. En dan kan je een gevoel van vrijheid ervaren. Connecteer gerust met die immens grote ruimte buiten jouw lichaam. Een gevoel van vrijheid. Ook de helderheid van de sfeer kan zich verspreiden ook over heel je lichaam. Zoals concentrische cirkels worden ze steeds groter.
derde techniek die je ten alle tijden kan gebruiken, maar zeker ook niet verplicht is, is de techniek van de mantra. De twee woorden uit het oude Pali, Sama Arahang. Wanneer je deze techniek toepast, is het belangrijk dat je deze vibraties van de tonen van de woorden, dat je die niet luidop reciteert, maar aanvoelt. Je bent niet de zanger, maar wel de luisteraar. En je voelt de vibraties vanuit het midden van jouw lichaam en ook deze verspreiden zich. Zoals concentrische cirkels die groter worden. Alsof je een licht voorwerp zou laten vallen, heel zachtjes, in stilstand water. De kringen in het water worden steeds groter, als ook de vibraties van de tonen van de mantra. Samarahang betekent de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Sama Arahang. Sama Het is alsof een leegte vermengd met helderheid, met zuiverheid en puurheid en met positiviteit vanuit het midden van je lichaam zich verspreidt, langs alle kanten, voor jou, onder jou, boven jou, naast jou. Dan ook zeker een ideaal moment om jezelf liefdevolle vriendelijkheid te geven. Om jezelf ook het beste toe te wensen.
dat je zelf mag gelukkig zijn, zonder zorgen en zonder lijden. Voel de kracht binnenin jouw lichaam. En ook deze kracht en de liefdevolle vriendelijkheid die ermee gepaard gaat, kan je ook delen met anderen. Met de mensen die je heel goed kent, die je heel nauw aan het hart liggen. Mensen die je respecteert en die ook jou respecteren. Deel gerust ook jouw liefdevolle vriendelijkheid met hen. En ook zij mogen gelukkig zijn. Zonder zorgen, zonder lijden. En ook de mensen die je minder goed kent. Die je nauwelijks kent, die je heel af en toe eens ziet of hoort of tegenkomt. Zelfs mensen die je helemaal niet kent. Ook zij verdienen jouw liefdevolle vriendelijkheid. Ook zij hebben het recht op gelukkig zijn zonder zorgen en zonder lijden. Niet enkel jouw vrienden en familie, maar ook de mensen vanuit je dorp of je stad. Mensen vanuit het land waar je woont of mensen vanuit Europa. Mensen van de wereld. Iedereen verdient een leven zonder zorgen, zonder lijden. Een gezond leven met een helder bewustzijn. Voel het mooie en veilige gevoel binnen jouw lichaam. En weet dat je steeds naar deze plaats kan terugkomen. Ook wanneer je niet aan het mediteren bent, overdag met je ogen open, kan je altijd eens terugkomen naar het centrum van jouw lichaam. De veilige thuishaven van je bewustzijn. Misschien voel je dan zelfs opnieuw de kracht binnen jouw lichaam. En jouw liefdevolle vriendelijkheid. Voel ook nog even de vrijheid buiten jouw lichaam en ook binnen jouw lichaam. Dat gevoel van vrijheid kan je ook hebben wanneer je niet mediteert.
En dan komen we heel geleidelijk aan, komen we tot het einde van deze meditatie. Word je heel langzaam bewust van de ruimte rondom jou. De muren en het plafond en de spullen rondom jou. Ook de geluiden. En ondanks de muren en het plafond kan je nog steeds het gevoel van vrijheid ervaren. Het gevoel van ongelimiteerd te zijn. We worden ons ook bewust van ons lichaam. Onze romp, onze ledematen en ons hoofd. Alles wordt weer wakker. Wanneer je er klaar voor bent, dan mag je opnieuw je ogen heel langzaam, mag die openen. Zo, beste mensen, dat was het voor deze keer. Ik nodig jullie zeer graag uit voor de volgende sessie volgende week. En dan wens ik jullie nog een zeer mooie avond of een zeer mooie dag. Of om te even wat er nog komt na het bekijken van dit filmpje. Bedankt ook trouwens voor de mooie reacties. En ja, dat is altijd heel plezant. Goed. Tot ziens en misschien tot volgende week. Dag.